Met nieuwe records op de borden en een economie die alleen maar beter kan gaan, lijken de vooruitzichten ideaal. Is dat zo en waar zitten we in de cyclus? Op dit moment vooralsnog op het punt waarbij wij positief blijven over aandelen. De AEX bereikte afgelopen weken eindelijk een nieuwe recordstand en de S&P 500 brak voor het eerst door de 4000 punten. Dat is best uniek met in het achterhoofd dat Europa nog in een recessie zit. Geeft dat te denken en zitten we misschien al verder in de cyclus dan je in eerste instantie zou verwachten? Ik beantwoord deze vraag vanuit economische en beleggingsinhoudelijke invalshoek. Economisch gezien kunnen we stellen dat we aan het begin van de cyclus zitten. De wereldeconomie komt net uit een recessie waarbij overheden en centrale banken nog stimuleren, de rente laag is en inflatie nog geen probleem. Het producentenvertrouwen zit duidelijk in de lift, terwijl dat van de consument in een trager tempo herstelt. Maar het is opvallend dat de huizenmarkt sterk is gebleven, spaarniveaus van consumenten hoog zijn en de werkloosheid betrekkelijk laag is. Ook is het aantal faillissementen relatief beperkt gebleven. De beurs geeft misschien een iets meer gemengd beeld en zit sowieso al wat verder in de cyclus. Cyclische waarden doen het relatief nog goed, de rentecurve wordt steiler en ook grondstoffen herstellen krachtig. Wat allemaal duidt op verder economisch herstel. Maar hier is het opvallend dat waarderingen heel fors zijn, aandelenmarkten al op recordniveau staan en ook risicopremies van obligaties heel krap zijn. Daarnaast zijn particuliere beleggers heel actief, wordt er volop gespeculeerd en wordt er fors belegd met geleend geld. Indicatoren die je normaal gesproken pas aan het eind van de cyclus ziet. Mijn conclusie? Deze cyclus ontvouwt zich waarschijnlijk in een hoger tempo. Toch zal ruim stimulerend beleid, de versnelling van de groei en het uitblijven van structureel hogere inflatie de aankomende periode tot een ideaal scenario, oftewel Goldilocks scenario, leiden. Een sterk argument om positief te blijven over aandelen, maar wel met de vinger aan de pols.